Op snelweg A4, net na de Benelux-tunnel richting de A20 naar knooppunt Ketelplein, heeft vrijdagochtend rond 4:20 een zwaar ongeval plaatsgevonden. Volgens andere automobilisten die op hetzelfde moment daar reden, kwam de automobilist met zeer hoge snelheid aangereden vanuit de Benelux-tunnel. Iets verderop zit een viaduct, waarna het wegdek iets naar beneden loopt. De auto kwam met zo'n hoge snelheid aan dat door het aflopende wegdek de auto compleet los van de grond kwam. Hierdoor verloor de bestuurder de macht over het stuur en vloog zo tegen de vangrail aan. Deze werd door de botsing voor een groot deel compleet uit de grond getrokken. De auto kwam vervolgens, een eind verderop, ondersteboven tot stilstand. Onderweg werd het complete motorblok nog verloren. Ook lag de snelweg bezaaid met brokstukken. De politie, brandweer en een ambulance kwamen met spoed ter plaatse. De brandweer hoefde uiteindelijk niet ingezet te worden. De bestuurder kon met wat hulp zelf uit de auto komen. Hij is later met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De linkerbuis van de Benelux-tunnel was geruime tijd afgesloten vanwege het ongeval. Het ingesloten verkeer kon na een klein uurtje het ongeval passeren en hun weg vervolgen. Een berger heeft de auto in het motorblok laten meegenomen.